Deze video is deel 2 over het fotoelektrisch effect. In deel 1 hebben we gekeken naar wat is nu eigenlijk het fotoelektrisch effect, en welke energiebalans speelt daar een rol. En in deze video gaan we kijken naar een soort toepassing. We gaan een experiment doen met het fotoelektrisch effect. En we gaan kijken of we, dat, we kunnen verklaren uh, wat we daarin zien gebeuren. En het experiment ziet er als volgt uit: dat we een plaat hebben van een bepaalde metaalsoort waar we licht op laten vallen, daar vindt dus het fotoelektrisch effect plaats. Daar schieten dadelijk ook weer de elektronen vanaf. We gaan nu met een tweede plaat een gedeelte van die elektronen opvangen. En wat je dan zult zien gebeuren, is dat die elektronen die op de tweede plaat terechtkomen via de stroomdraad die ik heb aangelegd terug zullen lopen naar de eerste plaat. En door daar een stroommeter in te zetten. Kan ik dus het fotoelektrisch effect meten in de vorm van een stroompje wat er gaat lopen? Nou, het ziet er als volgt uit. Hier zijn een aantal uh, elektronen die vrijkomen door het fotoelektrisch effect. En ik zal dus een bepaalde stroomsterkte meten. En dat kan ik uitzetten in een grafiek. De grafiek, die grafiek uh, kun je aan de rechterkant uh, zien. Daar heb ik uitgezet de stroomsterkte op de y-as tegen de spanning op de x-as. Ja, daar heb ik nog niks over uh, verteld. Want ik ga mijn experiment nu uitbreiden door een spanningsverschil aan te brengen tussen mijn linker- en mijn rechterplaat. En ik ga eens kijken wat er gebeurt uh, als ik daar een spanningsverschil over uh, ga plaatsen. En ik begin met het uh, positief maken van de rechterplaat, de plaat waar de elektronen naartoe gaan, en het negatieve maken van de linkerplaat. En dat is de plaat waar de elektronen vanaf komen. Wat zul je dan zien gebeuren? Uh, de elektronen die loskomen. Zullen meer geneigd zijn om naar de rechterplaat te bewegen. Kijk, voor de elektronen die al uh, mooi op die rechterplaat kwamen toen er nog geen spanning was, daar zal je weinig verschil mee zien. Maar je hebt natuurlijk ook elektronen die in de vorige situatie net langs de plaat gingen. Maar die worden nu dus afgebogen en vallen wel op de plaat. Dus als ik de, uh, de spanning ga verhogen. Dan zal ik steeds meer elektronen per seconde op die plaat kunnen krijgen. En zal ik dus ook een grotere stroomsterkte meten. Zie je het tweede bolletje in de grafiek rechts. Ik kan natuurlijk de spanning nog meer verhogen. Maar op een gegeven moment zal die spanning zo groot zijn. Zal uh, de rechterplaat zo positief geladen zijn. Dat vrijwel alle elektronen die links loskomen. ook rechts op de plaat vallen. En dan zul je misschien ook wel snappen. Al op het moment dat dat het geval is. Dan maakt het ook niet veel meer uit als ik uh, de spanning van de rechterplaat nog verder omhoog haal, dan zal ik niet meer elektronen kunnen meten. Dus vanaf een bepaald moment meet ik ook een bepaalde maximum stroomsterkte. En die stroomsterkte hangt dus puur af van het aantal fotonen dat op de linkerplaat uh, valt, want het is het aantal fotonen dat op de linkerplaat valt dat bepaalt hoeveel elektronen er vrijkomen. Nu ga ik in dit experiment niets doen aan de lamp. Dus als de lamp een constante waarde heeft qua intensiteit, dan heeft de maximale stroomsterkte die je kan meten, die heeft dan ook een bepaalde maximale waarde. Dit is wanneer ik de rechterplaat positief uh, ga maken qua lading en de linkerplaat negatief. Maar je voelt het misschien al aankomen, ik kan het natuurlijk ook precies andersom doen. Wat gebeurt er nu als ik de linkerplaat positief maak en de rechterplaat negatief? Dan zul je het volgende zien. Omdat de rechterplaat negatief is, eh, zul je zien dat elektronen worden afgebogen van die plaat. Waardoor er dus, netto gezien, minder elektronen rechts aankomen. Waardoor ik dus ook een lagere stroomsterkte zal meten. En voor de elektronen die er wel aankomen, geldt het volgende. Die zullen worden afgeremd van links naar rechts. Dus die zullen met een lagere snelheid rechts op de plaat komen dan dat ze links vertrokken. Nu maakt dat voor uh, de meting op zich niet uit. Op het moment dat het elektron rechts aan is gekomen, kan het weer via de uh, stroommeter teruglopen en zul je een stroompje meten. Maar er gebeurt ook iets, uh, nou niet eens zo eigenaardigs, je kunt het uh, heel makkelijk verklaren. Bij een bepaalde spanning, als die rechterplaat maar negatief geladen genoeg is, dan zullen zelfs de snelste elektronen die links vertrekken, van de plusplaat zullen zo sterk worden afgeremd dat ze de rechterplaat niet kunnen bereiken. Kijken we even naar de grafiek rechts. Er is dus een bepaalde spanning, die noemen we Urem, waarbij de stroomsterkte nul is geworden. En die Urem die kun je dus bepalen in dit experiment. En die Urem die kun je ook gebruiken om vervolgens iets anders van dit fotoelektrisch effect. Te kunnen berekenen of te kunnen bepalen, eigenlijk. En om dat uit te kunnen leggen, pak ik nog eventjes de formule terug die we in video 1 hebben gezien. Dat was eigenlijk de energiebalans. De energie van het foton dat invalt op de plaat links wordt gebruikt door het elektron om uit te treden. En wat hij over heeft uh, is kinetische energie. Die kinetische energie hebben we net gezien, die neemt af. Op het moment dat de rechterplaat negatief geladen is, als een elektron van links naar rechts beweegt, zal hij steeds langzamer bewegen. Dus het elektron verliest kinetische energie. En mocht je het hoofdstuk over elektrische velden al gehad hebben, dan kun je ook inzien dat er blijkbaar een andere energiesoort toeneemt, dat is de elektrische energie. En het volgende geldt het verschil in kinetische energie van het elektron, wordt dus omgezet in een Elektrische energieverschil. Daar hebben we formule voor, want uh, het elektrische energieverschil is altijd gelijk aan Q maal U. Waar kunnen we nu die remspanning voor gebruiken? Die remspanning geeft aan uh, welke spanning alle kinetische energie van het snelst bewegende elektron dat links vrijkomt wanneer al die kinetische energie is omgezet in elektrische energie. En omdat een elektron natuurlijk een vaste lading heeft, een eh, lading Q van 1,602 x 108 min 19 coulomb, kun je als je de remspanning hebt bepaald in dit experiment, ook uitrekenen hoe groot de kinetische energie was van het elektron toen het eh, bij de linkerplaat vertrok. En daarmee kun je natuurlijk doorrekenen, want als je weet hoe groot de kinetische energie is, dan zou je bijvoorbeeld kunnen uitrekenen, als je ook weet wat eh, de golflengte van het opvallende licht is, dan zou je dus kunnen. Bepalen in dit experiment hoe groot de uittree-energie is.